Het is eindelijk zomer in Gelderland. Ja, in de Achterhoek wel te verstaan. En hoe kan je dat beter vieren dan met misschien wel het allermooiste feestje ter wereld? Ja, de Zwarte Cross. Een weekend lang theater, cross, schrik maken. Muziek. En vooral heel veel muziek, ja. Ja, wij leggen het hele weekend voor je vast. We zijn inmiddels al bij dag 2. En vandaag zie je hoe het ons is vergaan. Lekker wassen onder de powerdouche. 30 seconden branden, brandschoon. Ja, kijk. Zo, een beetje onder de oksel. Hoe schoon is die? Nou, en dan ben ik wel benieuwd. Was het nodig? Ja, het was nodig. Het was heel hard nodig. Ja. Alleen dan staat er een gigantische rij bij de douches. Dus ik denk, dan doe ik maar even dit. Ja, 2 minuutjes, ik ben klaar. Eigenlijk doen we alleen gewoon het korte programma. Ja. Dan kan je kiezen met of zonder de okseltjes erbij. Oh, zo ja, ja. 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 En als ze willen. Maar eigenlijk niet de bedoeling. Dan? Ja, dan. Dat doe je ook nog? Dan moeten ze, kunnen ze ook het broekje even laten zakken, maar mag eigenlijk niet. Mag ik erbij komen zitten? Oh, heerlijk. Oh, wat zitten jullie er mooi bij. Beetje mensen kijken. Beetje mensen kijken, ja. Ja, dat nou ook. Hey. Ik zag je al kijken. Waarom? Oh. Ja. Oh, je zit naar de buurvrouw te kijken? Ja, ja, ja? Ja, dat kijk ik ook naar. Dat is gezond. Dat is gezond, toch of niet? Dat je naar de buurvrouw kijkt? Ja, dat ook. Ja, ja. Ja, buurvrouw moet je ook kijken. Ik weet niet of dat de buurvrouw is, maar kijk hem maar. Wat is nou het allerleukste van deze optocht? De sfeer eromheen, de mensen, de caravans met al die leuke slogans. Mensen zijn gezellig. Ja. Waar kijk je naar uit? Hoe naar het zuipen. Tante Riki, Tante Riki. Hoofd, schouders, knieën, trek. Eén grote stelmovatie voor Tante Riki. Even een boormachine pakken. Volgens mij willen ze het hele ding open gaan breken, of niet? Ja, ze gaan de gang, maar ik heb niks mee, dus. Hoop je nou ook altijd wat te vinden, zeg maar? Is dat ook de kick voor jullie? Het is kat-en-muisspel. Dat is het mooiste wat er is. Ja, toch nog wel wat mee. Ja, net de beveiliging nog wat vandaag, hè, met de warme weer. Ja, ja, ja. Wat een geweldig ding. Ja, gaaf, hè? Ja. Maar wat kost dit nou aan tijd en aan geld? De tijd kun je wegschrijven en geld ook. Dit is onbetaalbaar zo mooi. U bent in de tussentijd heel erg ziek geweest en dat het weinig gescheeld had. Of u had hier niet gezeten vandaag. Nee. Hoe is dat geweest? Ja, ik had 20% kans om het te overleven. Ik had 0 stolling. Maar dat ik dit dan weer kan doen, ja, dat had ik echt met de stoutste dromen niet kunnen bedenken. Hey, Zwarte Crossers! Hebben jullie allemaal wat te zoepen? Proost! 13 jaar geleden ontstaan op de Zwarte Cross. Ja. 6 jaar geleden het eerste optreden op een klein pop-up podium. Ja. Nu voor het eerst in het blokkenschema op een echt podium. Hoe is dit? Te gek. Het optreden van het jaar, 100%. We staan echt nu echt klaar om te beginnen.
vol gas gaan we en uur knallen en ja, onvoorstelbaar. Ja, je staat in de Roadhouse met je clubvrienden. Ja. Dat moet een droom zijn voor jou, want dit is jouw podium toch? Ja, een mooi groot podium. Er staan echt liefhebbers ook in de zaal. Het is intiem. En het alarm gaat af en we gaan beginnen. Zet hem op, man. In de benen, Grievo, nou een glas. Er is hier toch geen begrafenis, Grievo, nou een glas. Ik ga nou lekker soepen, ik klets de keiharde. Alle bastard haat heren, die waren gepien in de kop. Grievo, het maar komt los. Als je in de Achterhoek opgroeit of op het platteland, dan is er toch eigenlijk maar één droom. Vanaf je 16e kan je namelijk meerijden met de cross. En dat is wat Jaden, 16 jaar, gaat doen voor de allereerste keer samen met zijn vader. En hier staan ze klaar bij de Brommers. Mannen, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor? Ja, nog een beetje spanning, maar ik denk dat het moet wel goed komen, denk ik. Hey, het is eigenlijk een heel mooi verhaal. Bas, kom er even bij staan. Jij hebt jouw zoon Jaden eigenlijk van jongs af aan al meegenomen naar dat rennerskwartier? Ja, dan mochten de kinderen nog wel eens mee op de camping, laat maar zeggen. Dan, op een gegeven moment mocht hij niet meer, ik denk een beetje voor het gevaar. En nu is hij 16 en mocht hij voor het eerst zelf 16 meedoen op de Brommer. Dus ja, dat gaan we doen. Hoe spannend is dat? Ja, toch wel een beetje spannend, maar ja, heel spannend eigenlijk wel. Het is allemaal leuk, een festival met motocross erbij, feesten, drinken, kan niet gek genoeg? Hey. Het gebeurt wel allemaal veilig, want al deze mensen moeten eerst een blaastest doen voordat ze de baan op mogen. Ja, nuchter genoeg? Denk het wel hoor. Ja, dat wordt spannend. Ja, jongen, 0,20 is de max. Wat? 0,20 is de max, je mag eruit. Hoi, vrij. Oh, dan kijk je een jaar lang uit naar dit moment. En dan gaat het mis op dat ene biertje te veel. Ja. Ook door de alcoholcontrole heen. Zeker, zeker. Kijk je handen zien. Ah, ja. Een beetje trillen ze wel. Beetje wel. Ik wens je heel veel plezier. Geniet van dit bijzondere moment. En zorg dat je heel aan de finish komt, hè. Tot straks. Ik denk wat bier erin. Ze dus komen een dag niet door, hè? De cross, dat is toch wel een van de vele dingen die de Zwarte Cross een uniek festival maakt. En hij trekt ook vele bezoekers. Kijk maar, rondom de baan en bijvoorbeeld in de Loco Arena. Ik zie jullie heel fanatiek wijzen. Op wie zitten jullie te wachten? Ik heb geen idee, maar als je niet verkleed bent, dan moet je naar de beul. En daar wacht ik op. En wat houdt dat in? Volgens mij wordt dan de motor of brommer in twee stukken geslagen door de beul.
ja, het plattelandscultuur leren kennen. Hè? Dat is iets moois om mee te geven. Ben je al eerder op de cross geweest? Nee, dit is mijn eerste keer. En wat vind je ervan? Heel leuk. We zijn wel gek van brommers. Ja? Zeker, ja. Vanochtend maar even beginnen met brommers kieken. Ja, eerst de brommers kieken en dan... Vannacht ook nog gedaan? Nee, zeker niet. Zeker niet. Alleen niet op de crossbaan. Ja, vet cool. Dat was echt mooi. Je zoon finish gewoon eerder dan jij. Hoe was het om hem zo vooruit te zien gaan? Ja, vet hoor. Echt vet. Morgen laat ik hem zijn gang gaan. Laat ik hem los. Ja, deed hij nou al, maar... Ik moest een beetje rustig aan doen van je. Ik kan hem niet meer bij jou. Oh, ik ben helemaal op. Waar wil je hem hebben, de handtekening? Nou, wat heb je allemaal bij je? Je hebt een soort winkeltje of zo. Ja, volgens mij kom ik als eerste in Winterswijk. Even kijken. Bekende grond voor jou, hè? Daar komt mijn hele familie vandaan. Dat weet jij wel, of niet? Ja. Ja. Iedereen komt uit Winterswijk. Ik ben zelf geboren in Warnsveld. Maar elk weekend gingen wij van waar wij ook woonden naar Winterswijk. Naar opa's, oma's, iedereen woonde daar. En de familie was ontzettend muzikaal. Ja, ze zaten allemaal biedenharmonie. Biedenharmonie. Het orkest ook. Ja. Je kunt nog een beetje plat, hoor ik. Nou, ik heb zelf nooit de pros. Altijd Anne heurt. Dus ik kan het niet zo goed. Ik vind dit fantastisch klinken, hoor. Zwarte Cross. Jullie stelletje zondaars. Jullie stelletje geile, vieze, vieze zondaars uit Lichtenvoorde. Volgens mij stond er aangekondigd dat wij dit gingen doen. Ja, barok. Maar dat hebben we al heel lang niet gedaan. Dat gaan we pas weer vanaf september doen. We hebben eigenlijk een voorproefje gedaan van deze show nu. Want dat hebben we, de hete kerst. Hete kerst. Die ook naar Winterswijk komt. Ja. What are you dreaming of? Het was een kerstmis, maar dan in de zomer, midzomernachtmis. Ik dacht vrede op aarde het hele jaar door, waarom alleen met kerst? Nou, de kerstgedachte. Ik vind het echt dat moet het hele jaar door. En daarom heb ik dit gedaan. Dat is ook misschien wel een beetje heel toepasselijk voor de Zwarte Cross. Want dat is het gevoel waar mensen hier volgens mij ook mee rondlopen op de cross. Heb je dat een beetje mee kunnen geven, denk je? Denk ik wel. Dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Het gaat om de liefde. Ja. Dank je wel daarvoor. Positieve dingen, ja. Oh ja, de handtekening. Ja, nog steeds niet gelukt. Ja. Ja. Doe dan maar op deze. Ja. Toch? Frank. Dikke kussen. Denk ik. Hemel, liefde, love, alsjeblieft. Hete kerst. Ik ga de hete zomer in. Hou je van mama? Ja. Hoe oud is mama geworden? Ah, ze weet niet. Ze weet niet. Dat is maar goed ook, want ze ziet... Je weet het. 46. 24. Gefeliciteerd, mama. Deze is voor iedereen die moeiteloos van iemand houdt. Ik ben verre van de beste, maar wat maakt me dat? Ik kan moeiteloos van je, maar je vraagt je af. Maak geruzie met mijn mama, je deed het, laat je dat. Ik weet, ik ben niet makkelijk, ik ben een zware last. Vecht niet met me, ik vecht voor je en ik sta paraat. Ben een soldaat voor jou, je bent de moeder van mijn nageslacht. Je milde bent met mensen terwijl je nageslacht. Had moeiteloos, normaal en makkelijk, die zaken strak. En ik vergeet niet meer de diepe pijn van vaderschap. In het ziekenhuis, ik kreeg het bijna aan mijn hart. Ik
brak in 100.000 stukken toen hij aan de lach. De vechter voor het mooie leven die je aan hem gaf. Je keek hem aan en bad, adem schat, adem schat. En ik besefte toen dat jij de sterkste dame was. 3 liter bloed verloren en je was meteen een moeder voor je pasgeboren zoontje. Wat een magistrale kracht. Laten we niet beginnen over tijd zonder jou. Vraag me niet wat jij niet weet, zeg dat je van me houdt. Inderdaad. Dat doe ik ook. Dat doe ik ook. Moeiteloos. En pak me bij mijn hand. En iedereen. Dans met mij vanaf. Jullie zijn pracht. Pak me bij mijn hand. En iedereen. Dans met mij vanaf. Jullie zijn a fucking amazing, man. Dit is hem. Jullie wagen. Onze tijdmachine, ja. Wat vind je ervan? Ik vind hem cool, al die rook daar, maar leg eens even uit wat we hier zien. Ja, we hebben hier een tijdmachine gebouwd met zoveel mogelijk draaiende delen. We doen natuurlijk mee aan de meer assenklassen. Dus ja, we hebben bedacht om zoveel mogelijk tandwielen in elkaar te laten draaien. En om zoveel mogelijk assen te creëren. En op die manier een mooi voertuig neer te zetten voor deze klasse. Het is niet de eerste keer dat jullie meedoen met de cross, hè? Nee, wij doen al een heel aantal jaren mee in verschillende klassen. Dit jaar hebben we het geluk om met een nieuwe klasse mee te mogen doen. Dus we, in onze groep hadden we wat meer uitdaging weer. We deden vaak mee in de zwaargewichten of in de specials. Hadden we vaak wel een goede basis. Nu zijn we eigenlijk bij nul begonnen met een aantal losse voertuigen aan elkaar te bouwen. En, en op die manier met heel wat gezellige avondjes iets moois te bedenken, zeg maar. Nou, ga ik morgen met jullie mee de wagen op. Is het allemaal veilig, goedgekeurd al? Daar gaan we vanuit. Er zit een sticker op, hij is goedgekeurd, dus we gaan erop. Waar moet ik morgen staan of zitten? Nou ja, er zijn 2 stoelen, maar dat zijn voor de bestuurders. Dus jij mag plaatsnemen op deze mooie wagen. Dus dat wordt heel goed vasthouden. Ja, heel goed vasthouden. Dat is het. Het gaat altijd best wel hard op die baan, vind je niet? Het is echt wel adrenaline wat daar vrijkomt. Ja, je krijgt gewoon een kick. Het is gewoon goed vasthouden en genieten. Vooral heel erg genieten. Zwarte Cross, laat je horen voor Nathalie Gioia. Thank you guys, thank you Armin, I love you. clap your hands. Come on guys. One, two, three, let's go. Dag 2 van de Zwarte Cross 2024. Ja, we hebben weer spetterende optredens te zien. Cross, humor, theater, alles zat er weer in. En we sluiten hem af met niemand minder dan dance legend Armin van Buuren op de mainstage. Tot morgen.